Het station Driebergen-Zijst en de directe omgeving worden grondig vernieuwd. Niet alleen wordt de veiligheid onder handen genomen, ook de bereikbaarheid en het uiterlijk van het station worden verbeterd. Driebergen-Zijst is vanaf 2019 een compacte OV-knoop, waarbij de reizigers en omwonenden voorop staan. In 2016 beginnen we met de verbouwing en werken we toe naar dit resultaat. De Hoofdstraat wordt een onderdoorgang onder het spoor. Hierdoor is het fileprobleem straks opgelost. Fietsers krijgen hun eigen fietsroute met een brug over de hoofdstraat. De route leidt onder het station door, zodat fietsers het stationsgebied veilig kunnen passeren. Duurzaamheid is een belangrijk uitgangspunt. De ambitie is om het nieuwe station energie-neutraal te bouwen. Hiervoor worden de perronkappen voorzien van zonnepanelen. In het ontwerp is ook rekening gehouden met goede aansluiting op omringende landgoederen. De bomen rondom het station worden waar nodig verplaatst of gecompenseerd door het planten van nieuwe bomen. Er komt een nieuw busstation, zodat de overstap van bus naar trein eenvoudiger wordt. Ook het stationsplein loopt straks onder de sporen door. Reizigers kunnen via een brede trap of via de lift het perron bereiken. Dus geen onveilige situaties meer waarbij de voetgangers over het spoor rennen om hun trein te halen. De treinen zijn straks te benaderen via één breed middenperron, waar alleen sprinters stoppen. Het aantal sporen wordt uitgebreid van drie naar vier. Dit in het kader van het programma Hoogfrequent Spoor, waardoor straks elke 10 minuten een trein op het station stopt. De langstrijdende intercities worden verplaatst naar de buitenste sporen, zodat deze de sprinters kunnen passeren en ze niet meer langs de wachtende reizigers razen. Fietsers kunnen in het nieuwe station hun fiets veilig en droog parkeren in de fietskelder. Deze komt onder het station te liggen, waardoor de reiziger droog de sporen kan bereiken. Er gaat de komende tijd veel gebeuren. En daar zult u ongetwijfeld wat van gaan merken. Maar vanaf 2019 kunnen reizigers gebruik maken van een veilig, gebruiksvriendelijk en mooi station dat klaar is voor de toekomst. Wilt u op de hoogte blijven, ga dan naar prorail.nl/driebergenzeist.